Dat weet ik wel van je. Ga je gang. Vlijpelak, dames en heren. Groot applaus. Dankjewel, Don. Het is geweldig om zo op de Dam te mogen spreken. En met dit weer ook nog. Kijk, ik was eigenlijk zo ver na... Moet ik dichterbij praten? Ja. Oh ja. Dat ik... Ik weet niet of het verstandig is om dat nu te zeggen, maar die wietpas lijkt mij duidelijk dat die er niet meer komt. Dat is echt... Maar ja, dat betekent niet dat jullie nu thuis kunnen blijven. Er moet nog wel door iedereen gestemd worden. Maar als het zo doorgaat, is die wietpas verleden tijd. Maar er zitten nog een paar andere maatregelen aan te komen. En het gevaar is nu, er is in ieder geval een kans, dat andere maatregelen van Opstelten, Teven en de regering Rutte, dat die nog wel daar liggen of blijven en dat dat er nog wel doorkomt. Zoals afstandscriterium, daar is men nog aan het werken. De 15%, dat met 15% THC moet worden beschouwd als harddruk en dus helemaal niet meer verkocht kan worden in coffeeshops, dat is ook nog bezig. Ik weet niet precies de stand van zaken, maar dat ligt er nog. Dan heeft er al jaren een verharding plaatsgevonden van de strijd van de overheid, dat heet dan strijd, maar dan zijn ze de telers aan het oprollen en mensen uit hun huis aan het zetten die een paar plantjes hebben. En dat moet ook stoppen. En daarom moeten we niet denken dat we er zijn als de wietpas is gestrand en wordt teruggetrokken. Daarna moet het echt nog doorgaan, want er liggen nog andere maatregelen die ook allemaal zeer schadelijk zijn. Wat er dus echt nodig is na de verkiezingen en als er een regering komt, dat er nu eens serieus onderzoek gedaan gaat worden naar alternatief beleid. Dat is de laatste jaren niet meer gebeurd. Het gaat alleen maar over onderdelen van het beleid, maar nooit het beleid als geheel. Dat er gedacht wordt over wat is nu het beste reguleringssysteem. Dat soort woorden moet je dan gebruiken. Wat is nu de beste manier om drugs, en in het bijzonder natuurlijk nu cannabis, om dat te regelen? Hoe doe je dat? Is een verbod een goed idee? Nou, dat weten wij nu wel. Dat is niet gebleken. Maar hoe dan wel? Daar wordt echt wel aan gewerkt door een aantal mensen ook die hier zijn. Maar op het hoogste niveau van de regering wil men daar helemaal zich niet mee bezighouden. Er moet dus een goed onderzoek komen naar alternatief beleid. En de regering zou advies moeten vragen aan een aantal organisaties die daar iets verstandigs over kunnen zeggen. Zoals de Academie van Wetenschappen, zoals de Maatschappij voor Geneeskunst, zoals de Raad voor de Volksgezondheid, Sociaal Cultureel Planbureau. Allemaal organisaties die heel goed zouden kunnen uitleggen waarom we over drugsregulering moeten gaan nadenken. Nou, als er nu zoiets komt weer, als dat onderzoek recent van wiet roken word je dommer. Dat heeft enorme publiciteit gekregen. Heel veel mensen zijn blij dat ze iets negatiefs over cannabis kunnen schrijven. Maar het is dus een soort onderzoek dat, nou, dat mag gedaan worden. Maar het is niet zo dat er een oorzakelijk verband is bewezen. Dan moet je dus even dat wetenschappelijk bekijken. Wat er aangetoond is, is een statistisch verband. Dat wil niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is. Maar dat wordt meteen weggelaten als het in de kranten komt. En wordt het voorgesteld als nu is het oorzakelijke verband bewezen. Dat is dus een leugen. En dat weten mensen op de ministeries en in al die organisaties ook wel. Maar men laat toe dat de kranten dat publiceren. Nou, over die kant wou ik eigenlijk niet meer zeggen, behalve dat een andere benadering er tegenover van ons uit goed zou zijn. Eigenlijk moet je dus zeggen, nou, als dat nou eens allemaal waar is, al zou het, wij weten dat het zwaar overdreven of onwaar is wat er ten nadele van cannabis wordt gezegd. Maar stel nou eens dat allemaal waar was, dan zou het juist een reden moeten zijn om het goed te regelen en niet om het te verbieden. Want door het verbieden wordt het alleen maar veilig en wordt het alleen maar onveiliger en gevaarlijker en riskanter. Dus we moeten ons wel verzetten tegen al die conclusies uit zulke onderzoeken, dat die zo overdreven zijn. Maar daarbij moeten we zeggen, voor zover het waar is, is het een reden om cannabis te reguleren. En dat laatste komen we te weinig toe om dat over te brengen ook tegen de overheid en de politici.
Nou ja, hier wou ik het eigenlijk bij laten, het aantal punten genoemd. Ik denk dat het alleen nog maar goed kan gaan als jullie wel allemaal morgen woensdag gaan stemmen.